Het is misschien nog koud, maar voor mij is de winter echt voorbij en het voorjaar begonnen, want de lepelaars zijn weer in het land. En dit is dan ook mijn eerste bezoek weer aan de kolonie van de buitenlieden. Het eerste dat me opvalt aan de kolonie is dat het er veel opener uitziet en dat er heel veel bomen zijn opgevallen. We hebben natuurlijk flink wat stormen gehad. Al deze bomen in zo'n moerasbosje zijn vrij kwetsbaar, vallen makkelijk om. Dat betekent ook dat veel oude nesten verloren zijn gegaan. Waarschijnlijk wordt het flink vechten voor de nesten die er nog zijn. En veel lepelaars zullen creatief moeten zijn om een nieuw nest te gaan bouwen. Nou, kunnen ze dat prima. En ook op de omgevallen bomen kunnen ze gewoon nesten maken. Dus maak me er geen zorgen over. Nou, de lepelaars zijn dus druk bezig om een plekje te bemachtigen in de kolonie. Maar andere vogels hebben al een plekje, namelijk de blauwe reigers. Die beginnen wat eerder met broeden. Dus een deel zit al echt gewoon in broedhouding, liggend op het nest. Terwijl een ander deel nog juist aan het vestigen is. Dus ze staan heel alert bovenop hun nest. We zitten er natuurlijk helemaal niet op te wachten dat zo'n lepelaar straks hun nest weer gaat inpikken. Dus ik ben benieuwd of ze voor nog wat wisselingen zijn als ik volgende week weer een kijkje ga nemen. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar vorig jaar broedden er ook twee nijlganzen hier in de kolonie. Die hadden een heel hoog nest. Nou, ik zie dat dat nest eruit is gevallen, maar dat er hier wel nog twee nijlganzen in de buurt zijn. Dus je weet, gaan die ook strijden om een nieuw nest? Ik houd het in ieder geval allemaal voor jullie in de gaten, dus over een weekje weer een nieuwe update.